klimplanten. Daar willen we het over gaan hebben. Nou, we hebben drie soorten klimplanten. We hebben dus klimplanten die van zichzelf klimmen. We hebben de zogenaamde leiplanten en we hebben de slingerplanten. Nou, wat is het verschil? Nou, een klimplant die van zichzelf omhoog klimt, bijvoorbeeld de klimop of hedera zoals we dat dan noemen, die maakt dus worteltjes aan de muur of aan de schutting en die klimt zichzelf omhoog. Ook de klimhortensia is daar een voorbeeld van. De leiplant waar we nu bij staan, dat is bijvoorbeeld de Clematis montana rubens, die wil dus eigenlijk steun hebben om, nou, tegen de schutting of tegen een boom of wat dan ook, die moet dus begeleid worden zoals we dat noemen. Die gaat niet van zichzelf, ga je planten, dan gaat hij over de grond heen en dat willen we niet, want we willen dat hij omhoog komt. Dus die leiplant gaan we altijd steun bieden. En dan hebben we nog de slingerplanten. Nou, die zet je bijvoorbeeld tegen een boom aan. Die maakt dus als het ware, gaat hij zelfs helemaal omhoog krullen. Om de boom heen. En ja, nou, dan kan die daar tot volledige bloei komen. Ook bijvoorbeeld de kiwibes is ook zo'n voorbeeld daarvan. Die zet je tegen de boom aan als steun. En hij groeit verder. Dus nogmaals, we hebben klimplanten. Oftewel zelfklimmers. Slingerplanten en leiplanten. En als je nog meer informatie wil, hartelijk welkom op ons groencentrum.